Een gierpont is een pont die giert van de ene wal naar de andere wal. De pont is verbonden aan een kabel die aan de andere zijde is geankerd. De stroom in het vaarwater doet grotendeels haar werk om de pont van de ene naar de andere wal te brengen. Mensen willen gewoon eigenlijk nog even... Ze willen even nog even langs. Doorheen glimmen. Ja, dat gaat dus niet. Ja. Vooral als die ketting omhoog komt in dit geval, ja, dan dat gaat niet lukken. En vaak met die gierboot zitten ze echt altijd, ze hebben dat ding gewoon niet in de gaten dat het eraan hangt. Dat is gewoon een groot probleem. Mijn eerste ervaring met de ponten op de Limburgse Maas was dat ze vrij snel van de kant vertrekken en resoluut vertrekken. Ze gaan nooit terug. Een pont wat vertrokken is, gaat gewoon door. Ik zelf, bij dit pont heb ik gezien dus enkele weken geleden, dus dat een schipper van de plezierjacht gewoon doorvoer en het pont eigenlijk moest gaan stilliggen en hij volle kracht achteruit moest slaan om een aanvaring met het pont te voorkomen. Dus niet goed opgelet. Door mee te varen met de beroepsvaart is natuurlijk een veilige manier om een pont voorbij te varen. Dit kunt u doen door al wat langer van tevoren te anticiperen op de snelheid van de beroepsvaart, zowel opvarend als afvarend. In geval van twijfel is het oproepen van de pont via de marifoon ook een mogelijkheid. De beroepsvaart heeft voorrang. En ja, daar heb je gewoon respect voor. Binnen een bepaalde afstand steek je daar niet over. Dan moet je daar echt voor wachten. En een jachtje, ja, als die dus binnen bereik zit, ja, dan kan je oversteken. Maar het moet ook op een manier gaan dat je een jachtje ook niet onnodig iets toebrengt. Dat is de regel van goed zeemanschap. Maar een jachtje moet gewoon opletten wat er gebeurt. Die pont ligt op de stoep. Zodra ik de klep ga tillen, zie je heel de pont een duik maken. En daar is het aan te zien dat de pont in beweging komt. Ponten steken vaak pardoes over. De druk van het wegverkeer is aanzienlijk groter dan de bereidheid om even te wachten op de recreatievaart. Twijfelt u? Neem dan geen risico. Wacht voor een overstekende pont.